Hallo, liebe Eurosport-Zuschauer, willkommen hier in Schleiz. Und bevor wir zum Training kommen, machen wir einen kleinen Rückblick auf die Saison. Wir fangen an in Donington. Ralf Bieland die ons welkom heten bij de Zuid-Cartier. We gaan nog even kijken wat er allemaal dit seizoen zoal gebeurd is. We gaan naar Donington Park waar de eerste wedstrijd plaatsvond. We hebben een training en daarna de eerste pole position dit jaar voor Ralf Bieland en Kurt Weltersberg, de Zwitsers. De mannen die al zoveel malen wereldkampioen werden. Start van het veld, een verrassing. Derek Brindley die meteen de kop pakt in zijn thuis Grand Prix. Voorprogramma van de Superbikes. Of het bijprogramma of misschien wel het hoofdprogramma, want dit wordt het ware spektakel. Derek Brindley in gevecht met Marcus Beuzinger, aanvankelijk in het begin van de wedstrijd. En ook Steve Webster is goed voor in te vinden. Combinatie ingeschreven door het Van Kempen Racing Team. Deze Derek Brindley is een engineer van beroep. En hij reed zijn eerste Grand Prix in Laguna Seca in 91. Grote gevechten achterin en Ralf Bieland in de achtervolging heeft een slechte start gemaakt. Maar let erop wat er met deze equipe gaat gebeuren. Heel goed in opmars. En dan weigeren de remmen. En het drama is compleet. Richting Grindbrak, let ook op de marshals. En daar gaat dus de pole position verloren in de Grindbak. Steve Webster in opmars, in start nummer 2. Met Adolf Honey, zijn nieuwe bijrijder dit jaar. En Bonhorst laat ook zien dat hij erbij hoort. Bonhorst met start nummer 7 jaagt rondelang op Derek Brindley, die zo dolgraag zijn thuis Grand Prix wil winnen. Simon Pryor valt van de motorfiets af. Derek Brindley en Paul Hutchinson snel op het zwart-wit geblokt af en winnen verrassend in Engeland. Dan pakken we daarmee het volle puntaantal. Geen resultaat dus voor Bieland. Dan reizen we door naar Hockenheim. Ook alweer Bieland op de pole. En dit zou een zeer tragisch evenement geworden. Er wordt rondenlang geslipstreamd op dit zeer snelle circuit. En er ontstaan gevaarlijke situaties op het rechte stuk. Bonhorst, denk nog eventjes terug aan vroege dagen toen hij de wedstrijd won voor het uitzinnige publiek. In een vel slipstreamgevecht. Dan breekt de ketting hier van Brindley en hij is uit de wedstrijd. Bonhorst raakt zijn kans en gaat als eerste de oscurve in. En dan een groep deelnemers die proberen later in de wedstrijd Bieland bij te houden. Bieland Wattisberg leiders. En dit verschrikkelijke moment. Klaffenbak gaat in de ronde en het hele veld knalt op elkaar. En deze crash kost zelfs het leven van Simon Pryor, de sympathieke bijrijder. Circus reist verder naar Assen. Op de pol alweer Bieland Wattisberg. Een uitverkocht huis in Assen. Voor de mensen die hier niet geweest zijn, die hebben kunnen genieten van de verrichtingen van dit duel met het startnummer 1. Slos Gold Racing Team. Met voormalig wereldkampioenen. Ze hebben al 6 wereldtitels gepakt. Het duo Ralf Bieland en Kurt Wattisberg. En voor het seizoen begon al 62 Grand Prix overwinningen. Op Hockenheim dus de eerste overwinning dit jaar. Op Assen zal het niet anders gegaan. Ze pakken met een pole position en een overwinning wederom de volledige winst. En dan zijn we op het circuit van Zeltweg. Circuit wat misschien in 1996 het decor zal zijn van een heuse Formule 1 wedstrijd. De baan werd ooit afgekeurd voor Formule 1. Maar de baan is werkelijk fantastisch te noemen in een wonderschoon decor. In Steiermark, Oostenrijk gaat men hier van start. Slechte start was dat voor Paul Gudel in Zeltweg.
Pan en Charlie Goodall moeten helemaal achteraan aansluiten, omdat ze de PK's niet op het wegdek krijgen. Marcus Beusinger en Jörg Egli voeren het veld aan. Twee Zwitsers. En ook hier worden weer keiharde slipstreamgevechten geleverd. Daarachter de startnummer 10. Darren Dixon en Andy Hetherington. Twee Britten, ingeschreven door het Patchett Racing Team. En zo word je Grindbak, Sandhaas. En dan is het hier de startnummer 10. Darren Dixon die voorbij gaat. En wederom die uiterst felle Brindley voorin. Wordt een gat geslagen, want de andere deelnemers raken wat in de technische problemen. En het wordt een hele mooie overwinning, deze wedstrijd in Zaltweg, voor dit duo. Darren Dixon en Andy Hetherington winnen de Grand Prix van Oostenrijk. We zijn inmiddels alweer rap verder gereisd. En we zijn weer terug op Donington Park. Nu samen met de WK 500 cc 125 en 250. En reikhalzend wordt uitgekeken naar de verrichtingen van Brindley. En die laat weer het een en ander zien. Hier bij Redgate Corner voert hij het veld aan. Daarachter de andere Engelsen, de startnummer 10, het Patchett Racing Team. En die proberen alles met een nieuwe ontsteking aan boord. Ontsteking lijkt wonderen te verrichten.